Deze beschouwing, die gaat over Armageddon. En ik wil dat jullie met mij meedenken. Want ik uh, ben student uh, bijbel moeilijke onderdelen. Je hebt de Bijbel, die is simpel. Dus Matthäus 6 en Matthäus 7. Dat, dat is ontbijtkoek. Dat vreet je zo. Hè? Maar je hebt ook die lastige stukken. Hè? En ja, een van de. Het en last, het lastigste stuk is het boek Openbaring. Dat begrijpt geen ziel. Wat daar staat. Was die Johannes gek in zijn achterhoofd of zo? Ja, dat zou kunnen. Hè? Een of andere dwaas uh, die zat onder de hypochondrische uh, paddenstoelenmeuk en uh, op een die ging een beetje klodderen. Een soort Karel-Appel. En voor wie dat niet weet, ja, Karel Appel, dat heette toen een schilder. Die kon het beter dan Rembrandt. En ja, dan word ik boos. En dan krijg je dat soort dingen. Ja, maar je hebt het over arme gedden. En wat is arme gedden? Dat is boosheid. Kaboom. Overal. Snap je? En, en voor zover ik het begrepen heb. Krijgen we eerst een periode van vrede. Dan breekt de pleuris uit. Dat is de arme Gennen. En dan krijgen we honger. En dan krijgen we ziektes. En dan ben ik dus even kwijt op welk moment Christus nou terugkwam. Dat weet ik dan niet. Ik ben van mening van, nou, ik vind het vrede genoeg geweest. He? We hebben nou al zo lang vrede. Dat, 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 ze hebben een Eerste Wereldoorlog. Dat was een lokaal conflict. Dat speelde zich af. Dat had te maken met die, die protestanten Duitsers. Die andere eikels. Ja, je snapt het wel. Het was een lokaal conflict. De Tweede Wereldoorlog. Nou, dat was hetzelfde lokale conflict. Dat weet ik. Want ik ken. Ik ben multicultisch, Nabi. Ik ken zo'n gozer uit de Molukken. En die zei dat onder Hully. was het zo dat als er een oorlog was. In Europa was het bij Hully lekker rustig. Want ze hadden echt zoiets van: nou, ga lekker oorlog maken in Europa, want dan is het hier lekker rustig. Het is helemaal nooit een arme geweest. We zitten in vrede al 2000 jaar lang. Een conflictje hier, een conflictje daar. Dat is het. Het mee niet. En wat moeten onze strijdbare mannen? Ik laat een pauze vallen. De Martin Heidegger, ik ga nu wild hoor. Martin Heidegger heeft gezegd. De Tweede Wereldoorlog was een inkoppertje. vanwege de mechanisatie van de landbouw. Door die mechanisatie van de landbouw. waren er plotseling allemaal boerenkerels met spierballen. En wat ga je daarmee doen? Ja, oorlog je trappen natuurlijk. Maar dat was lokaal. Dat is een lokaal grapje. En Martin Heidegger heeft. en plein publiek gezegd. dat hij niet verwacht had. dat hij zo stom kon zijn. om. het Horst Wessellied mee te zingen. Dat. Hij was verbaasd van zijn eigen stupiditeit. Dat kan een mens gebeuren. Dat je je achteraf op je kale kop krapt en je bent getrouwd met een Joodse vrouw. En ik denk hoe heb ik nou zo stom kunnen zijn? Um, terug naar de arme gaan. In mij is woede. Dus ik moet denken om mijn ademhaling. En rationeel blijven. En ik moet rationeel blijven, omdat rationeel het enige was, en is, en zal zijn. Logos staat. Ratio. Dat was er voordat de wereld kwam. Ja, ja, ga er maar even bestil staan. En de belachelijkheid die nu plaatsvindt is grenzeloos. letterlijk grenzeloos hier in Nederland zitten ze als bavianen in het openbaar vervoer en ook in Indonesië hoop ik en wie controleert dat ons wordt verteld dat ze overal met mondkapjes in het openbaar vervoer zitten en wij geloven dat. Dat is grenzeloze stupiditeit. Haha, hahaha, ha ha, zei de clown. Ik ben niet boos of zo. Ik ben een vliegtuig. Ik ben een kwal. Ik ben een slijmbal. Ik ben een kind van de individuele wil. Dat kan niet anders. Dat ga je mij niet vertellen dat ik zijn kind niet ben. Er zijn genoeg mensen geweest... die hebben betwijfeld of ik niet een kind van... Uh, je kent hem wel, was. De moneymaker. Die, uh, die zit een beetje poen te verdienen. Snap je? En nu is het zo, en nu ben ik schoonmaker in de gehandicaptenzorg. Mensen met een beperking. Dat vind ik inderdaad een betere benaming. Het zijn mensen, en geen gehandicapten. Het zijn mensen met. Een beperking. Dus ik zit in de. Nou, en dan maak ik de play schoon. En duchtig. Wat is dat nou? Ik voer oorlog. Tegen het vuil en slordigheid. En opruimen die handel. Kijk, ik stel niks voor. En dat is me goed ook. Want ik ken mijn eigen. Serieus, ik ken mijn eigen. Dat, 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 dat wordt helemaal niks. Als, als, ik, als ik toegeef aan verleiding. dat, dat, dat gaat altijd fout. Je hebt niks aan mij. Als ik bij wijze van spreken. dat Eva tegen mij zegt. van... Nou, ik heb wel ik heb een appeltje gegeten van die boom. Want het is echt wel. Uh, nou, ik denk wel kennis van goed en kwaad. Nou, ben je ook een happy? Dan had ik gezegd: van, Wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Dat is. Dat is. Mio. Wat heb je nou gedaan? <laughs> <Yeah. laughs> ja. Ik heb een andere. energie dan. Adam. Ik heb seks gehad met vrouwen. Oké. Okay. En dat was omdat ik dacht... Dat is een kon cool Ik dacht serieus... Dat je, dat je, dat je vrouwen kon cool <laughs> Ze hebben me niet verleid. Die ene die had... Uh, die sinaasappelhuid. Is ook niet zo mooi hoor. Zo'n sinaasappelhuisje. Het, 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 het is een beetje, zijn ze iets te mollig geweest? En dan gaan ze afvallen. En dan, dan krijg je van die, die dingetjes. Ik heb het allemaal gezien. En, en hele kleine tietjes. En, 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 en ja, maar, ja, laten we erover ophouden. Ik dacht altijd. Ze zijn te vertrouwen. Nou, ja, zijn ze niet. Ja. Dat is alles. Ik ben niet verleid. Helemaal nooit. Ik dacht altijd van nou oké, okay, laten we wat doen. Als jij denkt dat het een goed idee is, nou laten we maar proberen. Maar ik ben niet verleid. Dus, uh, geen vrouw heeft mij de les geleerd. Geen vrouw. Geen vrouw heeft mij gezegd: Je moet dat gaan doen, jongen, dat is een goed idee. Echt niet. Ja, man. Vrouwen hebben altijd van die die die, die, die. 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 Ideeën. Vrouwen die gaan dan nadenken: van, Jij hebt toch een boormachine, Ja. Nou, dan hoor je zo'n vrouw al denken. Dan is ze aan het denken geslagen van... Ik heb een boormachine nodig. En wie heeft er een boormachine? En dan belt ze jou op. En dan vraagt ze aan jou... Jij hebt toch een boormachine? En als je dan ja zegt, dan ben je de lul. Of zoiets. Jij hebt toch wel tijd... Ja, mannen hebben altijd tijd. Dat is het punt. En daarom staat die arme gadden op trappelen. Kattenklo, kateklo, kateklo, kateklop. Want al die kerels hebben niks te doen. Wederom. En wat ze nu doen met een alcoholverbod en mondkapjes, dat is pure slavernij. Dat het uh, duidelijk maken van jullie zijn slaaf. Dat is de boodschap. Zij bepalen wanneer wij het glas mogen heffen. Ab Grapperhaus, die zuipt door... Wat denk je nou? Die lui hebben dat hartstikke druk, man. Allemaal telegraferen met Amerika. En Rome natuurlijk. En daar uh, doen de Jezuïten mee. De, de, de Jezuïten hebben ook oppositie, snap je? Met uh, uh, even kijken, hoor. de. Kijk hoor. Want de die zijn voor Biden. Dacht ik ja. De Jezuïeten zijn voor Biden en Trump is aan de kant van de, nou, de zakenmensen en de traditioneel-Katholieken. En de traditioneel-Katholieken haten de Jezuïten. Dat je het even weet. Dus de, de, de boel gaat scheuren. Serieus. Het gaat allemaal om land en rechten en briefies. En contracten. Op zijn Ja, ik ben Hebreeuws. Ik, uh, ja, ja ik, ik ben Hebreeuws van, van een rusttaal of zo. Ik vind het een lekkere taal. jiddies vind ik dus heel uh, schoon. Dan word ik zo uh, humoristisch droevig, Snapie. Daar kan je er niks aan doen. Voordat je het weet, dan uh, ga je viool spelen. En dat ga ik echt niet doen hoor. Daar hoef je niet bang voor te zijn. <laughs> Het allemaal grapjes. Het gaat om die Aag MacGeddon. En die komt gaan. Dat kan niet anders. Dat moet Johannes goed gezien hebben. Want ik zie het ook. Overal is gemor. In alle gelederen. En dan krijg je onderdrukking. En dat doen ze nu. Alcoholverbod, rookverbod, heroïneverbod, opiumverbod en verbod op dit, verbod op dat, verbod Straks mag je niet eens meer seks hebben met je speelgoedkonijn. Grapje. Ja, alsjeblieft. Ja, het punt is. We komen hier niet uit. Oh, Piggy, dat is het heel erg. Dan klink je net als je Jenny Arian. Met, uh, met die homo. Die, die homoseksuele man. Weet je nou. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe, waarheen moet je gaan. Ja, dat bedoel ik. We kennen helemaal niet weg. En dat hoeft helemaal niet. Maak je nou zorgen? Allerlei mensen hebben totaal niks te doen en die gaan ons allemaal wijzen van je mag niet te lang stilstaan hier en de de boe, de boe, de boe. Dat is allemaal best, hoor. Wacht maar af. Er komt oorlog. Er komt een Armageddon. Ik zat daar gisteren of vandaag over na te denken. Denk even met me mee. Daar gaat het mee om. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik geef jullie mijn beschouwing door over Armageddon. Waar ik naar nou hunker. Wat ik wil. Ja, ik, ik, wil, uh, ik wil wat meemaken. Ja, ik ben nu al 61, snap je? Ik had het moeilijk. dan kom ik zo dadelijk een en dan moet ik zeggen: ja, maar, haha, ja maar, mag je terug? Uh, wat is dat voor een stom gedrag van mij dan? Ik wil wel wat meemaken. Snik. <laughs> Dan ja, pakken we Sonja Barend haar bos af. Sonja Barend heeft bos, hè? Ik bedoel, bos. Met een heuvel. En, uh, en het, misschien wel ja, een vijver. Maar die heeft een fatsoenlijke woning, hoor. Daar kan je een geweldige. Daar kan je van alles mee doen. Het punt is: Sonja Barend zit daar nog. En waarom zit ze er nog? Sonja Barend heeft. En dan moet ik dat goed uitspreken, natuurlijk. Hij, hij woont in Utrecht. Nee, hij woont daarboven, in Soest. Doe Luidgaarden. Zijn voornaam, die, dat wil ik niet gokken. Robert, sorry. Robert van den Luidgaarden. Robert van den Luidgaarden is seksueel misbruikt... door zo'n katholiek... En die katholiek was het hoofd van een opvangcentrum voor kinderen wiens ouders slecht waren. Je had slechte ouders en voor straf moest je dan naar die opvangkliniek. Zo zeg ik dat goed. Als kind, zo zie je dat. Hè? Je hebt slechte ouders en dat zie je zelf ook wel. Het is niet zo dat jij hulp krijgt, dat er iemand binnenkomt met de harde hand en even zegt: En die komt ook nog controleren. En dan kan jij als kind lekker thuis blijven wonen. Nee, dat doen ze dan niet. Nee, je hebt slechte ouders. En dan moet je maar uit huis. Voor straf. Dat is Robert van den Luidgaarden overkomen. En Sonja Barend, die, die ging aan haar linkeroorlelletje trekken. De, die gebaren van die trut. Die heb ik dan ook geleerd. Een soort gebarentaal. Aan de linkeroorlelletje trekken. En dan aan Robert van der Luidgaarde vragen. Maar, vond je het zelf ook niet een klein beetje lekker? Sonja Barendt. Zij is van Joodse afkomst. Dus kennelijk is het niet zo dat als je van Joodse afkomst bent, dat je dat soort dingen echt niet zou doen bij de wara. Die woede in mij is een vuur. laat dat zo zijn en luister naar wat ik zeg en dat ik graag voor mijn verjaardag arma wil doe één keer je best voor mij in plaats dat ik de godganse tijd mijn best moet doen voor jullie al die toiletten schoonmaken... chocolaatjes meenemen. <laughs> Ik heb heel leuk werk hoor. Ik heb heel leuk werk. <laughs> maar een arme gedden... Dat, dat kan geen kwaad hoor. Je maakt er iemand als Wim Kruidentuin... erg gelukkig mee... Als je tegen hem zegt, van ha, hier woonde Sonja Barend. En, uh, ja, wat, wat denk je zelf van deze tent? Ik denk dat Wim Kruidentuin denkt: van nou, daar kan ik wel wat mee. Ja, dat wordt waarschijnlijk een soort disco. Dat denk ik. Iets met internet en, uh, en met kelders. <laughs> er zitten kelders in het huis van Sonja Barend. <laughs> Kom op, leer mij die huizen kennen van die lui. <laughs> oh, 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 oh. Nee, liever uh, nou, zoals die, uh, die Belg was ook zo'n suiplap, net als ik. Met Jeveule Moer. Hoort je nou? <laughs> zo'n zo lange, zo lange hands. Jeveule l'amour. Ja. Niet zelfs. Niet Straks. Maar hoort er nog. En dan zegt hij een vies woord. Dan zeg ik dus... eh. Uh, um, Armoer. Dus niet aanmoer, maar armoer. Amma, Je veux amma. Niet sevens. Niet straks. Maar hooit er nog. Order. Order. Nee, serieus. De, de bol staat te trappelen, joh. Geef die jongens wat te doen. Rammer met die. Handel. Oh ja, terug naar die Zesdaagse oorlog. Wat daar volgens mij fout ging. Die Amerikanen die hadden een verkenningsschip gestuurd. Naar de Middellandse Zee om berichten te onderscheppen om zo de bondgenoot Israël te helpen in de oorlogsvoering. En die jongens die zaten in zo'n uh, zo notendop, zo'n beetje te dobberen. Uh, met allemaal antennes. En ze hadden een kanonnetje en een, en een vlag. Een duidelijke vlag. Wij zijn Amerika. En alleen maar antennes. En een boordkanonnetje, maar dat, dat stelde niks voor. En een kok en een eiken en zo. En die jongens de hele dag uh, zo huren. En al die, 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 die ja, kanalen allemaal kennen. En Arabisch moet je kennen. En dan doorbrieven naar Washington. En dat schip dat is aangevallen door de marine van Israël. En dat schip is niet tot zinken gebracht. Kijk. Dat is een les -up. Die begrijp je gelijk hè? Een lesup. zup. Dus Ze van uh, los up. Dus, maar dan lesup. zup. Les is het. <coughs> een soort oplossing. Waarom is dat schip door de Israëlische marine niet tot zinken gebracht. Waarom hebben ze dat schip half kapot geschoten? En die mensen die nog aan boord waren en in leven waren, de, de gelegenheid gegeven om de motor nog op te starten. En dan te de tuffen de tuff naar een haven en daar vandaan naar een, een dok. En in dat dok is dat hele schip opgekalevaterd. En toen zijn diezelfde mensen, de overlevenden dan, hè? de overlevenden van die aanval, die zijn met datzelfde schip teruggevaren naar Amerika. Wat van Slapjanen ze. Werken daar bij de Israëlische marine. Dat je niet eens een verkenningsbootje kan laten zinken. Ja, sorry hoor. Geen respect hè? Of jij wel? Je hebt als opdracht om een verkenningsschip van de Amerikaanse marine naar de zeebodem te laten zinken. Dat heeft helemaal geen afweer, niks. Dus, uh, nou, we, hoe pakken we het dan? Ja, met duizend grondigheid, dacht ik. Ja, zelf zou ik zeggen: zeven uh, tornado's. En daarna uh, uh, snelle bootjes met mitrailleurs om overlevenden voor de kop te schieten. Dus alles wat boven komt drijven. -t 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 -t. En dan is het uh, weg. Dat zou ik zeggen. Als het moet, dan moet het. Ja. Er moet een Amerikaans verkenningsschip. Naar de bodem van de Middellandse Zee en dan doe je dat ook. Grondig. Geen overlevenden. En geen wouwelverhalen in de rond te laten verspreiden op internet, dusdanig dat periwinkel Winkel uit Bovenkerk kan horen hoe het in elkaar zat. Het was bedoeld als actie om in de pers duidelijk te maken dat Egypte aangevallen moest worden. Snap je? Dus dat Amerikaanse verkenningsschip werd daar alleen maar naartoe gestuurd. Want dan gaan we lekker afluisteren, doet er niet toe. En dan uh, uh, gebeld met Israël. ja, En dan jullie uh, dat bootje even omlaag. En dan gaan we Egypte de schuld geven. En dan komt het Amerikaanse leger en dan vallen we met z'n allen Egypte binnen. Daar ging het om. En wie wordt daar boos over? Nou, die Israëlische marine-mensen, die werden boos. En die hebben een flapdrol-operatie uitgevoerd. Operatie flapdrol. Zogenaamd, heel serieus. En dat bedoel ik. Er zijn ook verhalen opgetekend van de SS, de Schutzstaffel, over de vechtlust. Dat is, dat is prachtig. Serieus. Ik, ik weet nog dat. Dat verhaal, er was een commandant. En ze zaten allemaal in schutterspukjes. En een aantal jongens, die. die hadden ziektes. En. dan had die commandant gezegd: oké, okay, ja, ja, maar wachten, hè. Maar alleen maar wachten, 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 wachten. <laughs> <laughs> wat heel leuk en dan had die commandant het is serieus gebeurd hè? hoe heet dat nou ze hadden zo'n een, een weekblad of een maandblad die kopieën die zijn bewaard nou dan had die commandant had gezegd uh, oké okay, uh, jullie 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 uh, allemaal naar het uh, hospitaal en dat was dan zoveel kilometer verderop en voor de rest maar wachten, wachten, wachten. En toen kwamen de Joden eraan. Hier zit de grap. Toen kwamen de Joden eraan. De communisten. Of whatever. Nou, en toen gaf die commandant... Die, die was totaal overvallen. Want de helft van zijn bemanning was uh, naar het hospitaal. Uh, uh, en die begon als een wilde te schieten. En toen begonnen er van die putjes, waarvan die mannen uh, dus weg waren... die putjes begonnen ook te schieten. En Hij dacht, dit is de heilige geest. Ik schiet, ik schiet, ik schiet, ik schiet. En, en andere putjes gingen ook aan me schieten... En dan gingen ze schieten, 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 schieten. En we zagen al die joden, die communisten. De, 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 de Suitsafel, de, de, de man. Nee, de, wat nou. Het is een soort handschrift. Handboek. Handboek, zeggen wij, maar een, een handschrift. De, bub, bub, de heilige geest is helemaal over ons. He. En wat bleek nou? Die jongens, die waren inmiddels teruggekomen van het hospitaal. Want daar was de wachtrij zo lang. Dus ze dachten we, nou ja, dan kunnen we net zo goed teruggaan naar een schutterspukje. En toen waren ze allemaal teruggekomen van het hospitaal. En toen kwamen de joden eraan. Dat was uh, super toevallig. <laughs> Van zijn vechtlust. <laughs> Snap je dat? <lacht> <Hey>. <lacht> Ik ken maar drie manieren om dood te gaan. Serieus. De, de eenvoudigste manier. Dat is uh, uh, wapensmid Heel zorgvuldig werk. Dus... Oké, okay, dat is... Uh, dan... Ja, dan... Ja, op een dag ga je dood. En je hebt al je kennis... Heb je overgedragen aan uh, dat grut. Dus dat hamert wel door. De wapensmitten... Die, uh, die gaat op een dag dood. Die worden meestal oud. Het is een... Je moet oud willen worden. om wapensmid te zijn. Je hebt ook mannen. en die willen helemaal niet per se oud worden. als een wapensmid. Dan word je zo. ik je krijgt zo'n baard. En... Ja, van die heldhaftige mannen. Nou, en dan heb je twee keuzes. Je sterft bij een strijd. Die gewonnen wordt. Of je sterft bij een strijd. Die verloren wordt. Ja. En dan heb je het gehad. Hè? Qua dood. Het is heel Germaans hoor. Het is heel Boers. Ja. De dood van Christus, die past niet in dat plaatje. Dat begrijp ik. En jij begrijpt dat ik achter de Germaanse gedachte sta. En dat de Germaanse gedachte te verenigen is. Met de gedachten van onze Heer. Christus. Die heeft gezegd: Ik ben niet gekomen om vrede te stichten. Nou, dan gaat jouw Germaanse hart toch kloppen? Ja, kies maar. Welke dood wil je? Wapensmid, rode dood, witte dood? Ja, zeg het maar. Kies maar. Het is niet aan mij. Het punt is, als je niet strijden sterft, ben je een last. Voor ons. Dan ben je een sunhuis. Die een uitkering wil. Of geld inzamelt voor de zwarte levensdoen ertoe. ...beweging. Het is toch te erg voor woorden? Waar is die arme gen Waarom maken wij... Dit? ...neem zo'n... ...zo'n zak hooi... ...als een Farid... ...Asarkan. Een leugenaar. Een vast... ...goed... Schumelaar, Eentje die past in het rijtje van Sonja Barend. Die Robert van de Luidgaden heeft afgezeken. En Farid Asarkan past daar uitstekend bij. En hoeveel vastgoed heeft die gozer. Ik had bijna gezegd: hoeveel vastgoed heeft die gozer niet? Want hij heeft het helemaal niet. Hij heeft het ingepikt. Hij is een typisch voorbeeld van, van een, een klote Marokkaan. Die hier in Nederland een beetje ruzie loopt te maken met Turken. Laat die gozer dat doen in zijn eigen mokronieën En zo de op. En Joris Demming. je pak die vent. Pak hem alles af. Innemen. Overnemen. Zet hem buiten. Joris Demming die zit ergens. Je moet weten waar die zit. Je, je komt er naartoe met een mannetje of twaalf, vijftien. Uh, secure, secure. En uh, heel veel vluchtauto's. En een uh, dubbel, dubbel check. En al die dingen. Uh, sms'jes, allemaal correcten, zo. De pri 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 pri. en dan uh, binnen gaan uh, de live camera en uh, jo, besturing en hulptroepen en zo en, en Joris ik eruit weg en we doen hem helemaal niks kwaad. Hij mag zijn koffer pakken. En hij mag zijn identiteitspapieren, geld, alles mag hij meenemen. Allemaal. En dan uit zijn huis. Op zo'n demitteren. Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld worden. Heeft inhoud... Het is een uitspraak van Christus die niet goed begrepen wordt. Ja, ja. Maar oordeel niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Dus laat Joris Demmekin in leven. Hij is een arme man. Met veel te veel bezit. Verlos die man van zijn bezit. Laat hem mens worden. Dat is wat ik zeg. Afschuimen. En dat moet overal gaan gebeuren. En dan tegelijkertijd. <coughs> en dat gaat gebeuren. En het grappige is dat wetenschappelijk is vastgesteld dat dat moment niet te voorspellen is. Christus heeft het gezegd. En chaos theorie. Zegt dat ook. Ja, maar Piri, wat weet jij nou van chaos-theorie? Nou, um, uh, de hoge Veluwe en een fles Wodka en gezellige dames. Die kunnen koken. En dan ga ik je uitleggen hoe orde uit chaos werkt. En waar wij op moeten hopen is de complete chaos. Want onze orde werkt niet. Wij hebben geen wereldorde. Ze kunnen het blijven brullen. Er is geen wereldorde. Punt. Dus krijgen wij één grote chaos. En de grap <laughs> dat mag je niet zeggen, maar de grap is: dat wordt de orde. De chaos wordt de orde. Alles gaat naar een volgend niveau. Dat heb ik voorzien. En voorlopig komt het goed. Maar eerst die Armageddon. En de rest dat... Het... Geloof me maar. Er is tot nu toe nooit iets fout gegaan. Helemaal nooit. Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat er iets fout is gegaan. Want jij hoort mij nu. En dat is belachelijk dat dat kan. Snap je? En ik uh, ga, ga morgen. Uh, het is weekend. Uh, morgen heb ik uh, het is nu sabbat. Uh, 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 uh. Ik hobbel van Sabbat naar Sabbat. Altijd weer blij als ik een Sabbat heb gehaald. Eindelijk Sabbat. En jij toch ook. En we willen wat te doen hebben. We zitten avond aan avond te staren naar schermpjes. En dan vroeger dan had je zo'n scherm. En in, in je woonkamer moet je allemaal dezelfde kant op kijken. En dan nu heb je ieder je eigen schermpie. En dan denken we dat we onze eigen kant op kijken. We kijken alleen maar naar schermpjes. En dan gaan we naar de sportschool. Want anders on, dan gaan we hardlopen. Want de, yo, 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 yo. Ik denk, arme gedden. Ga opzoeken waar Sonja Barend woont. En zet die trut het huis uit. Ik ben bereid om daarvoor de gevangenis in te draaien, als er een groepering Sonja Barend haar huis uitzet en haar woning en gebied inneemt, en die fijne vriend van de, want die woont ook in de buurt. Marcel van Dam, die kan je ook pakken. Gewoon uit huis zetten. Ik ben bereid om daarvoor in de gevangenis te gaan zitten. Want uh, uh, oproerkraaierij heet dat. En ik zeg je erachteraan, uh, doe het niet. <laughs> niet nu. <laughs> Je moet het begrijpen. Je moet begrijpen dat wij het recht hebben om Sonja Barend en Marcel van Dam uit hun huis te zetten. Wij hebben recht. Dat zei ik goed. Je kan ook zeggen, wij hebben dat recht. En ik zei, nee, wij hebben recht. Wij zijn kinderen van de individuele wil en alles hier op aarde is van onze vader. En niet van een stelletje pedoseksuele rasterieën, satanistische, aan de oorlelletjes trekkende sluthoeren. En pojo's. Dat denken we nou al niet. Huh? Uh, mijn idool. Mijn ware idool. Nou, ik moet zeggen. Ik ben zijn idool. Hoop ik. Hij, hij heeft mij gered. Dus. Uh, dat is niet echt een idool. Hij heeft mij gered. Hoe weet dat nou? Dat je denk je helemaal en word je in je nekvel gegrepen, zo, je kraag gevat en dan word je bovenuit getild en... en dan heb je alleen maar de Heilige Geest. Christus heeft mij gered. Ik ben heel woedend. Dat is mijn aard. Ik ben laaiend en mijn dochter ook, dat weet ik. Dat is ook zo'n leeuwtje. En wie is met mij? Het is geen oproep. Ik wil niet dat mensen naar mij toe komen en zeggen. Ik ben ook zoals jij. Nee, dat, dat wil ik niet. Dat, dat is, daar ben ik niet naar op zoek. Want dan ben ik de bok. Snap je? Dan word ik John F. Kennedy. Dat is een werkwoord. I, John F. Kennedy. You, John F. Kennedy. We are John F. Kennedying. To be. John F. Kennedy, of uh, Pim Fortuyn, of uh, Willem de Zwager. Uh, daar hou ik niet van. Het is ook de bedoeling niet, want het is niet de remedie. De remedie is een Armageddon, een wereldoorlog. En dan krijgen we honger. En dan komen er ziektes. En zo so je het. Wij mensen zijn ongelooflijk stout geweest. De Christus, onze Heer, heeft gezegd: God. Vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En wij hebben daar niet van geleerd. Snap je? Dat is ernstig. Dat is serieus. Dat wordt oorlog. Overal. Christus is niet te ontkennen. Die katholieke kerk, die, dat is de geloofsgemeenschap van de aristocratie. Die hebben een schil. Dat heet Exoterie. Dat is de Katholieke Kerk. En de baas van de Katholieke Kerk, dat is de Paus. De baas van de Exoterie is de Paus. De Papa. En die orde, die momenteel de Paus is. Die heet. De Jezuïten. Pourquoi wat pa? Om het maar even op zijn Spaans te zeggen. Waarom heet de militaire tak van de katholieke K kerk de Jezuïten? Ik zeg je. Christus is voor jouw stoutigheden, jouw hechtingen, jouw valse vertrouwen gestorven aan het kruis. Dat was 2000 jaar geleden. Christus heeft duidelijk gesproken. Je gaat mij niet wijsmaken dat er iets door Christus is gezegd wat je niet kan begrijpen. <coughs> Behalve het boek Openbaring, daar dat ben ik nog mee bezig. Ik begrijp het nog niet hoor. En het boek Openbaring begint in het oude convenant. We hebben de eerste overeenkomst tussen ons en de individuele wil. En de tweede met Christus. Dat is een heel kleintje, Dat is een dun schrift. En dan Burn Baby Burn, Disco Inferno. En nu zijn wij 2000 jaar verder. 2000 jaar vrede. Ik vind het tijd voor Armageddon. Binnen dat zelfs buren elkaar aan gaan vallen. Ja. Want dat is Armageddon. Hè? Buren vallen elkaar aan, breken en slachten. Waar is die die Armageddon? Het is een broeierige tijd. En het doorbreekpunt kan je niet bepalen. Hoe meer onderdrukking er komt, des te broeieriger het wordt. Dus door, wat mij betreft mag die onderdrukking opgevoerd worden. Dat we helemaal gek worden. Dat we het niet meer pikken. En dat we ook zien dat. Kijk, ik ben een slaaf. Ik ben een burger. Ik heb een, ik heb een nummer. Ik ben 059 668 301. Ik participeer. Uit vrije wil. Ik ga om met mensen die niet participeren. Serieus. Een soort uh, vrij knutselaars. <laughs> en ik participeer in het systeem. En dat bevalt mij. Ik hou van mensen. Om me heen. Niet in gedachten. Ik hou van mensen om me heen. Dat vind ik leuk. Van hallo. Niet de hele tijd. Je moet me ook met rust laten. Maar zo af en toe. Vijf dagen per week. Dan wil ik er zijn. En jij ook. Zoek naar die rust in jezelf. En dan maar wachten. Wanneer breekt de pleurus nou een keertje uit? Wanneer breekt de pleurus nou uit? Nou, we kennen nog wel wachten. We kennen nog wel wachten tot ze honderd miljoen van onze vrouwen. Ver... Oh, wat ruimt er eigenlijk op wachten? Nou, ver... ja, ik weet het niet, wat op wachten. Wachten. Vrouwen. Nou, dan moet je zelf maar dat rijmpje afmaken. Maar een keer worden wij boos. En als wij boos worden, dat zien ze niet aankomen. Ja, ja. Er wordt een rollercoaster to the sea. Dat is logisch. Je gaat niet mensen zoals mij. Is dat nou correct Nederlands? Nee, je moet zeggen mensen zoals ik. Maar ik bedoel mensen zoals mij. Zoals mij eigen. Mij. Mensen zoals mij. Een bepaalde aard. Een aard van mensen. Je gaat mij niet met een stukje textiel van mijn bek in de bus laten zitten. En dan een veiligheidslint tussen mij en de buschauffeur. Want ik zou hem eens aan kunnen vliegen. Dat is natuurlijk loolkoeken. Dat is een mooi nummer van Frank Sinatra. Want die uh, ent is near. Hoe gaat dat nummer nou? Ik wil dat je met me meedenkt. Ik wil dat je, net als ik, ontzettend gelukkig bent. En dat je graag wat te doen wil hebben. En dat er pas wat te doen valt. als eerst de arme gedden uitbreekt. Dan, wat blijft er dan overeind staan? Hebben we dan nog stroom? Wij weten al dat we een hongerprobleem gaan krijgen met die arme gedden. Nou, wat gaan we dan nu aan doen? Ja, laten we even serieus zijn. We kunnen natuurlijk, de dikke mensen, die dan, dikke lijken, dat vet, kunnen we, daar kunnen we wat mee doen. Ja, het is dus een lijk. Dus... Christus zei: laat de doden de doden begraven. En ik zeg: van, nou, als we de hongersnoten, dingen. Ja, die hele dikke lijken, even meesleuren. Uitzuigen die handel en dan hup in de gaskarrel. Burn baby burn. Ja. En dan linzen koken. Op lijken vet. Ach, moet iets moet branden. Ik wil graag naar die opluchting toe. Dat we denken. dat het helemaal niet erg is van die anderhalve meter afstand. Want je ziet in dat diegene die daar loopt. dat is je broer of dat is je zus. En dat is genoeg. Of niet? Al dat geknuffel. Ik hou er niet van hoor. Ja, noem mij maar een rare ja. jongen. Ik, ik, ik hou niet zo per se van uh, knuffel, die knuffel, die knuffel. Ja, maar kleine kinderen. Dat is wat anders. Maar kleine kinderen, die ruiken zo lekker. Hè? Maar uh, Wim Kruidentuin, die, die wil ik wel knuffelen. Maar. Dit, dit, punt 1. Dit is een lopend skelet. En. Yes. <kijkt> en hij rookt uh, behoorlijk veel. Ja, om hem nat te gaan knuffelen vanwege de geur. Ik vertel dit soort grappen om de strijd te om de strijders te laten trappelen. En ik ben er een voorstander van dat deze keer de vrouwtjes de helft voor hun rekening gaan nemen. Dus één keer doen jullie het voor de helft. Alsjeblieft. He? En niet ons alles laten doen. Je kan het proberen hoor. Je, je kan uh, zeggen, nou, die kerels uh, hebben alles veroorzaakt en die moeten het zelf maar oplossen. En ze bekijken het maar en wij gaan lekker huisje bompje beestje. Dat kan je ook doen. Wat ruimt wat, ook okay. weer op? verker En dan heb je. Wachten. Ik had net zo'n mooi rijm. Ik heb een vriendin gehad. En dan dacht ik dat ze mijn vrouw was. En dat was ze niet. Nou, ik mij me dom vergist. En die zei zoiets moois. Zij zei. Uh, Altruïsme. Is gelijk egoïsme. Het is beide hetzelfde. Ik zeg je, waar blijft die arme gedden? En waarom woont Sonja Barend nog in die luxe villa? En jij kan zeggen, ja, het probleem zit hem in Zwitserland. Ja. Als je de kanalen afsluit met Zwitserland, is het snel afgelopen met Zwitserland. Je kan Zwitserland niet binnenvallen, je kan wel de kanalen afsluiten. Want Zwitserland is stout. Zwitserland is het Nevada van Europa. Zeg ik dat goed? Even nadenken. Want in Amerika heb je een staat, en daar is 90% satanist. Dat was toch Nevada? Engelai hoor. Hier in Arnhem zitten ze ook, hè? Dat ik het even weet. Dus waar blijft die uh, Armageddon? Tot de volgende.